sound resumed. Zo, goedenavond. Oh god, wie ben jij dan? Goedenavond. Jij dan? Avond. Hoekje? Heb je nou je hond bij je, Fabi? Nee. Heeft iemand een nieuwe rug voor mij? Oh, wat nou weer? Ah, dit is een pijn. Niet minder geworden dus. Nee, alleen maar meer. Dan vind ik knap dat je gaat zien, dus. Nee, je moet het, toch, toch het beste van kunnen maken, toch? Ja, dat moet maar. Als het niet goed gaat, moet je het zeggen, hè? Ja. Hey Mick, goedenavond. Het gaat al jaren niet goed met hem. Goed, misschien nog wel over, maar met jou anders ook niet zeker. Nou, dit is gewoon een probleem dat ik mijn hele leven bij me zal hebben, dus... Hey, de Buffy-bazen. Ben je nou de Buffy-bazen? Ja, ja. Oké. Okay. Dat zei ik inderdaad. Hè? Dat zei ik inderdaad. Oh, je snapt hem nu wat ik bedoel. Oh, die zit ook, hij heet ook echt zo in op YouTube. Huh? Kan ik ook niks aan doen. Hoor. Hij zegt fijne avond boys en veel plezier. Ik kijk binnenkort weer gezellig mee. Cheers. Nou, dank je. Een rit pakken. Ja, als jij klaar bent. Oh ja, sta ik te wachten hier. Oh, oké. Okay. Ja, dan gaan we een rit zoeken. Hey Milan, goedenavond. Nou, noem eens wat. Eens even kijken. Willen we lang? Rainbow Alex, goedenavond. Willen we lang? Kort, middel. Speciaal. Nou, ik heb op zich al een mooi ritje zand verzoek naar Polen op de grens. Ik heb geen zin in Polen, joh. Oké, dan kijk ik even naar wat anders. Italië. Ja. Italië, ja. Messina? Even kijken, die dacht ik ook te zien. Ja, pijpleidingen. Oh, dat is gelijk wel heel eind naar beneden. Heb ik. Pijpleidingen is het altijd waard. Ja? Nou, kunnen ze een beetje even toe goed doorspoelen. Ja. Ja. Pakken we deze? Nu, ja, ik vind het prima. Oh, de rekening mee, thuis staat het wel langs. Oh, gefeliciteerd, Alex. Een Cookie Monster skin. Mag ik vragen hoe oud je zusje is, Alex? Oud genoeg voor je nog. Maar Dennis zijn niet in Engeland, hè? Oh man. In plaats van links. Oh, ik dacht dat hij ook te jong was. Ah, je weet, heel dichter bij de nul. Karom. Of je staat er al zeker, ja. Ik zou die humor nog steeds niet, maar goed. Zwaaien maar snappen. Hoe
het met mij gaat. Nou, afgezien dat mijn rug niet meewerkt, gaat het verder prima. Kan ik straks een truck pimpen? Ik denk het niet. Er zit al genoeg in zijn garage staan. Ja, ik heb van elk merk al zowat iets. Tenminste van de goede merken. Ja, dat zeg ik goed. Ja, ik heb ook zo'n beetje alles. Dus daar zijn te denken om de Renault weg te doen. Renault dankt u. Wat zei je? Renault dankt u. Oh, geen probleem hoor. Ik wil zo'n hoop onderdelen bestellen. Wat er is, Humor van VTL-NL. Onze humor, ja. Oh, ik moet het wel aangaan, maar ik maak het niet aanmaken. Hey. Tuurlijk. Ik wil een camera omdraaien, toen wist ik al dat je er weer stond, hè. Je maar niet voorop hoeft, hè. Ja, hij wil nooit voorop. Jij stond al aangehaakt dan wel. Ja, nou, die kende gewoon de heen langs. Oh, ik kan niet meer met pijn. Ja, vooruit rijden, Fabi. Ja, Fabi, wegwezen. Ik haat hoppeltjes. Soms niet iedereen vergeet het licht aan te doen, soms is het ook weer 4 uur. Ik heb mijn licht. Mijn licht al lang aan. Ja, ik hoop, ik denk zeg maar even. Maar maken gisteren die fout ook rond de klok van 4 uur in MP. Weet je thuis, ik organiseer dat ding voor. Wat zei je? Ik organiseer dat zelf ook. Ik ben heel goed aan het doen. Sorry dat ik een beetje oplettend ben. Het haal op een tank. Nee. Kan jij het niet halen op één tank? Ik kan het niet halen op één tank. Nee, ik ook bij verre niet. Oh, ik wel hoor. Ik had denk 3000 kilometer met deze volle tank. Ik heb een dubbellasser. Ja, ik ook. Te vroeg bocht genomen daar. Sorry, maak het voor de noodrem. Je moet eerst wel nog aanleren om afstand te houden in de bebouwde kom. Bebouwd afstand te houden. Brand. Misschien is het slim als ik even achteraan ga rijden en met mijn toetsenbord gebeuren. Ik kom zo voorbij. Oké, dan rem ik zometeen af. Ah, nee. Nee, dan sorry. Ja, want je hebt ook heel licht afgelegd van. Ja, ook vanwege die reden wou ik ook al achteraan. Heb je die kabel niet? Jawel, die heb ik aangesloten hoor. Oké. Okay. Ik heb de normale liefje gewoon altijd eerst uit en dan zou ik de kabel aan. Tegenligger.
En wat heeft iedereen vandaag gegeten? Boerenkool. Wagen. Lekker. 60, de koel staat op 60? Ja, is hij 60 dus. Nou, natuurlijk, Fabi doet mee en hij houdt zich uitgerekend aan de snelheid. Anders altijd, ik pas me meestal aan, maar. Maar 70. Kijk, de verschil dat overleven we wel. Ik heb vandaag spruitjes gegeten. Godverdomme. Wat is dat, Fabi? Met een tartaartje en een gekookt aardappeltje. Nee. Ik heb noedelsnoot. Ook lekker. Ik had geen zin in het kookt. Ik had er eigenlijk ook geen zin in, maar ja, ik had spullen in huis dus. En het was zeker ook bijna over datum? Het vlees was bijna over datum. Nou echt joh, zodra ik het geld heb, dan koop ik echt een stuur en ik ben toetsenbord al een beetje meer dan zat. Want als ik hier ook zo zit rijden met een stuur, dan wil ik ook liever niets liever iets anders dan een stuur. Wees blij dat je nog kan, Matthijs. Ik kan het niet. Ja, dat zou ik ook wel weer snappen. Als je helemaal aan het stuur bent gewend, dan word je ook niks anders meer. En dan ben je natuurlijk ook geen toetsenbord meer gewend. Ik doe het overigens nog niet slecht als toetsenbordrijder. Geen idee. Tegenligger. Yo. Ik heb er daar niet over. Nee, maar ik heb ook al een aantal ritten ook. Omdat ik iedereen schrijven laat. Koers op 90. Vol gewoon uit. Behoorlijk bochtje aan. Ik trok even voorbij. Ga jij eens maar voorbij hoor, Marcus. Ga maar voorbij. Niet zo van zorgen zijn, Dave. Ja, ik ging in de vangrail. Ik zag het te laat. Ja, maar ook daarna. Ja, sorry. Dat ik kort achter je. Sorry, Marcus. Ik probeer nog steeds aan te werken. Mijn excuses. Ik probeer altijd zo goed mogelijk te rijden met toetsenbord. Ook al vallen soms niet mee. Soms schaam ik me er ook voor. Ja, dat hoeft. Ja. Nou, barst ik ook bijna uit van tranen eigenlijk. En dat moet ik ook niet doen. Dat heeft geen zin. Vertel mij wat. Oh, what the fuck is dit voor een nasty bochtje? Dat is totaal niet mijn bedoeling. Oh. Apart, hè? Ja, dat was ik niet echt voorbereid. Dan een fucked up raar stukje.
beetje gevoel van laten we de DLC hier gewoon op een rare manier vastplakken aan de oude game. Dat is dit. Dit is nog een standaard map? Ja, dit is nog een standaard map, ja. Heb je het wat gedaan? Nee, ik rijd nooit 90. Nou, dat rijd ik even bij bedoel ik. Daarom juist, en dan kunnen de mensen niet meer bijtrekken als je 90 rijdt. Ja, behalve als je eentje uit het vrachtcentrum hebt, want bij mij spring je op de trap en ben je weer weg. Ik ben gewoon 80er. Oké. Okay. Ik ga nou naar 84, omdat ik op 2 heb staan. Je zou het even geen retail nog zien. Wie komt zelf mijn retail door mijn gaspedaal centimeter in te drukken? Grijpt hij ook niet in? Nou, dit is toch gewoon geen. Dan moet je een andere versnellingsbak erin leggen. Ja, weet ik. Dat ik eerst Santi had het anti-retail. En ik nog steeds. Ik zit trouwens achter Marcus. Nou, maar voor de ritjes zijn we nog wel mooi even onderweg. Dat valt mij waar. Ik heb vandaag trouwens zo'n timelapse van Leef meegezien op YouTube. Nou, dat zag er best wel goed uit hoor. Ook al is hij één keer verkeerd gereden met een één rit. Het is trouwens wel bijna een kwartier rustig in de chat. Heb jij je cruise op stand, Fabi? 80. Nou, ik moet hem ook weer bijtrekken. Ik rol steeds uit. Ja, ik ook. Heb je geen retarder of zit of zo? Dikke legspijker, Fabi. Wat?
gaan we weer terug naar 80. Oh, hier wordt al weer 90. Ik heb gewoon 84 staan. Ik weet niet wat er bij jou gebeurt, maar je hebt constant lag spikes. Maar deze bocht even stoppen. Van de stream wel even uitdoen. Moeten wij dan nog doorrijden of moeten we dat verwachten? Maakt niet uit. Nou, dat is ook echt iets van, dat, van de laatste paar minuten, dus... Oh. Iemand die achter me nadert, denk ik. Die hond komt aan ras nog dichterbij. Oh, nee, niet achter me. Dat was het blijkbaar. Ja. Hey Tom, goedenavond. Zit jij in Spanje? Hey Tom, goedenavond. Daar zou ik ook wel willen zitten. En waar zit je in Spanje? Spanje is best groot namelijk. Eiland Ibiza. Ja hoor, hij wel. Bof, komt heb je loterij gewonnen ofzo? Oeh, daling. Daling. In een liter wegsluipen niet, jongen. Geen seconde of niet. Waarom rem ik af? Ja, dat weet ik niet. Ik heb eens gas met dat ding.
Ja, als je dan toch niet mag werken, ja, inderdaad. Ja, vakantie weer natuurlijk. Moet ik weer daar? Maar vast beter dan hier. Dat sowieso. Is het koude boeken weer of? Ja, hoe is het weer in die, op Ibiza? Nog meer klimwerk. En je moet openen. Dan vraag ik me af wie de reis heeft betaald, de baas of iemand anders. We hebben inderdaad een paar buisjes bij ons. Pijplijn voor gas voor Italië, daar gaan we heen. Als je mee wilt doen, moet je gauw in de vrachtwagen stappen en naar Italië crossen. Ja, als je nog 1400 kilometer is, heb je er alle tijd voor. Ja, we gaan naar Messina. Hij zit toch op Ibiza. Het is wel een lange tunnel hoor, dit. Oh, de leidingen zijn de ergste nachtmerrie van Ton. Daar is toch een ongeval mee gehad? Yep. Dan zou ik ook zo'n nachtmerrie hebben over de buizen. Ik heb mijn leven bijna geplet door een vrachtwagen en ik ben nog steeds niet bang voor hem. It happens. Dan heb jij waarschijnlijk een engeltje op je schouder gehad. Een hele stoere. Nee, gewoon strontgeluk hebben. Goed handelen in zo'n situatie. Nou, mijn broer heeft ook een keer een auto-ongeval gehad en toen had hij wel eens een raampje opengestaan, maar in 9 van 10 gevallen overleefde men het niet, maar mijn broer had het dus wel overleefd. Omdat hij namelijk in het water was beland. Ik kwam op een avond terug van zwemmen, ik dacht bijna te pitten, toen ineens om 8:30 mijn ouders erboven kwamen, ja, we moeten weg, want mijn broer was bij een auto-ongeval betrokken. Schijnt dat hij dus was aan de inhalen die net de weg voor hem de weg was opgekomen, dus als je zei, heb je natuurlijk een beetje zuinig bij het inhalen als je geen bomen aan de andere kant op staan. En toen kwam er ineens bomen, ja, dus je zei wind weg. En dan ga je natuurlijk in de slinger. Toen kwam er nog een bedrijfsbus vanaf onder de dam aan. Dan is het heel ver weg, maar als je begint te slingeren, dan is je heel gauw dichtbij. Shit happens. Ja, toen was mijn broer dus aangetikt. Volgens hem was hij dus in de auto die dus eerst de weg op kwam, die is vervolgens dus in één keer vandoor gegaan of zo. Ja, mijn broer is anders door een knal met die bussen in het water terechtgekomen. En zijn auto was ook totaal los. Ik heb tot nu toe alleen nog maar een scooterongeluk gehad. Daar had je toch een tijdje niet gestreamd vorig jaar. Maar goed ook. Als jij je schouder al breekt van het vallen van je scoot van terwijl het loopt. Ja, ik kan me voorstellen ook al. Ook zelf. Wil ik niet weten dat er zijn auto-ongeluk hebt. Kom je stukjes terug in de kist. Ja, dat brommerongeluk was toen was ik 16 thuis. Oh, oké. Maar was ook een keer dat je vorig jaar, afgelopen jaar nog niet een tijdje niet kon streamen toen een Dreamhack had overgenomen. Ja, toen was ik op mijn bek gegaan buiten. Oh ja, dat was dat. Dat was het. Die sneeuwvlok en hij breekt schouder. Ik vind het nog steeds erg voor je hoor, dat jou dat moest overkomen. Wow. Nee? Potgelachen. Ja. Ja, dat heb ik voor je. Maar ik schrok er ook wel van hoor, toen ik dat net hoorde, toen in de tijd.
Zo, hij was niet dood. Nou, wat was de ene keer dat Dennis toen bijna de zes plankjes had gelegen met een van de gas, een van iets met de gas in zijn huis. Daar zat ik toen ook wel behoorlijk van toen ik bij de stream was. Ja, een kaartje in het ziekenhuis sturen, het zal die dood ligt, gaan handen erop zetten. Yo, wetenschap pik, PS, we staan hoger in de rank dan jou allemaal. Tingleier. Gewoon dat je dat ziekenhuis met je kijkt en zit van, typisch hond. Dus is maar wat ik me dan moest voorstellen de komende avonden. Ah, dat is een kutopmerking, maar wedden dat je zo zit te lachen of zit te grijnzen in dat ziekenhuis. Wedden! Dus het behaalt zijn effect wel. Als je nou tegen Dennis hebt, dan zal Dennis denk ik niet met bestigheid op zijn gezicht zitten. Tom had van de week bijna ongeluk met een brommer. Wat is gebeurd? Ah. Waar heb je eigenlijk een cruise op staan, Fabi? 80. Ah, ik moet hem ook erbij trekken, maar 90. Geen last van. Maar het scooterongeluk wat ik heb gehad, had ik eigenlijk niet mogen overleven. Doe je dan? Illegaal? Ja. Illegaal overleven. Of zo, of een nader van een konvooi. Ja, even safe drive, guys. Volweg, 900 meter. Joep. Maar nee, iedereen toetert er terug naar mij. Ja, ik ben wel zo vriendelijk om even te toeteren. Zijn schild al hoog. Had je ook een dashcam bij je toevallig? Uitloop. Als je afvroeg wie dat vroeg, Tom over de dashcam, dat ben ik. Ik ben Thijs. Ik ben lid van Divisie 2 sinds een korte tijd. Ik ben Renault Magnum niet heel erg lekker stil tot op heden. Ik weet niet, ik ga achter je. Heerlijk rustig. Ja, maar dat wou ik ook zelf. Heb je er van motor in liggen dan? Het geluid van de premium erin gezet, interieur en exterieur. Ah. Oh, dus motor gewoon van de Mercedes. Ja, Tom, dat ben ik. Dus ben ik nog een beetje lid van de VTC, zoals hier gedaan. Hey Farming NL, goedenavond. Ja Tom, dat ben ik. Ben je ook af en toe veel met chat? Avond. Hi. Hey Farming. Oké, Farming. Maar dan moet je even kijken waar we dan kunnen aansluiten. Of waar jij dan kan aansluiten. We gaan Italië in, dus dat gaat niet. Nou, daar gaan we al dus. Al in Italië als het goed is. Dan heeft de DLC niet. Inderdaad, we rijden nou naast Milano, dus we zitten elk moment in het DLC gebied. Ja, nou op de rand ervan, ja. Wat Farming dan ziet zometeen dan eigenlijk zo zien op zijn scherm is dat wij daar gewoon doorrijden. Bij hem ziet hij dan kruisen. En dan rijden wij daar dwars doorheen. Ik ben altijd graag in Italië. Het ziet allemaal heel erg gelikt uit hier, die sandes. Ja. Ik vind het ja, op zich ook best wel mooi. Ook al zijn er wel punten die je verbeterd kunnen worden. Alleen kan ik er dan niet zo gauw eentje opnoemen. Er zijn veel punten waarvan ik zeg, nou ja,
Komt goed uit, het is absoluut weer beter dan Frankrijk. Maar er zijn ook veel dingen waarvan ik denk, ja... Ja, ik heb de meeste afslagen in Frankrijk heb ik het ook niet echt, eigenlijk. Nee, maar mijn afslagje even het toch over hebben. Het is wel iets anders. Zijn ze niet bochtjes? Ja, er zitten ook een aantal bochtjes in, ja, behoorlijk ook. Nou, het beste aan Italië, dat er geen banen verdwijnen. Nou, is een afslag, laten we gewoon een hele baan weghalen. What the fuck? Ik heb wel een soort van provinciale weg gereden, moet ik dan zien als een eenzame weg in Groningen. Dan met een zo'n betonnen vangrail in het midden. Ja, dat is een eenbaan. Ik weet dus niet zo gauw wat het is in Italië. En er zijn dus wel plekken van waar dus minder rijbaan zijn. Tuurlijk. Dat is sowieso. Komt er trouwens misschien zo'n eentje de snelweg op. Ben jij wat achter, Fabi? Ja. Continu. Ik kan die ene zo meteen naast me zitten. Loop je heel erg op me in? Ja, kiekeboe. Ja, maar heel langzaam of heel erg? Het is langzaam en... Toch lekstootjes of iets? Waar lijkt het op? Ik heb die ene nou achter me zitten. Ik weet het niet, maar mijn PC is 2 dagen geleden helemaal geflipt, joh. En mensen is ook 27. Ja, maar die van mij is altijd hoog. Hey Joshua, goedenavond. Nederlands internet, hè? Nou, ik heb het zelf ook, jij ook. Uitloop. Fijn. Oh, lekker Tom. Doe mij er ook een. Je moet hem maar lekker vinden. Prima, kom op. Kom maar halen, ja. Ik stap zo even op het vliegtuig. Maar dan moeten wij onze rit afmaken. Plus om daar zo een beste prijs betalen voor een kaartje in het vliegtuig. En plus nog een hele lange rit. Ja, lange vlucht. Of 4 tientjes zit je in die pizza. Ja, dat verschilt natuurlijk ook weer per maatschappij uiteraard. Je moet een ding als je met zo'n driver gaat. Dat gewoon mee was. Ja, maar ja, hoe lang zit het helemaal. Hey Tom, nu we het toch even over hebben, hoe lang zit jij in het vliegtuig? Ik denk een uurtje of 3. Kan nog wat harder gaan rijden, hoor. 3-4 uurtjes. Oh, ziet dat mensen dan weer heel dicht op Fabi. Ik heb zo'n heel licht vermoeden dat die niet vanaf mijn normaal van mijn SSD afgetrokken wordt, maar vanaf mijn normale harddisk. Hoi Farming. Avond. Hey avond. Hoi. Hey Jordi, goedenavond. Bij mij komt het berichtje pas naar binnen. Ja, ik heb het bij jou ook nog nooit eerder gezien, Fabi. Nee, er zijn wel meer dingen fucked. Mijn FPS-meter is ook weg. Ik heb ook lekstootjes. Ja. En dat is het. Zeg dat nou hoor, Marcus, ja, juist. Ik heb nog dat ik een paar jaar met Fabi samen. Eerste keer dat ik hem hoor over Lexbikes. Ja, precies. Echt serieus. Ja. Game hapert ook af en toe. Normaal kun je bij hem 5 centimeter achter hem rijden, niks aan de hand. Ja. Tuurlijk ken ik jou nog, Jordi. Hoe hard rij jij, Marcus? Ik rijd 81.
rij momenteel 84 continu. Zat ik hem even op 83. Ik ook, want ik moest over hard laten lopen. Ah nee, ik ga een tikje lager. Op 82. Ik heb bij mij mijn cruise control verhoogd, heb ik per 5 kilometer staan om steeds aanpassen. Ik rij juist. Ja, nou, dus ik zit me nou aan iets te bedenken. Stel, ik heb een ban op jouw kanaal en ik stuur toch, probeer toch berichten te versturen. Zie jij dan die dan ook toevallig? Nee, dan kun je geen berichten meer sturen. Ik wou eigenlijk voorstellen dat we het gaan proberen voor een maandje. Of ik een nieuwe vrachtwagen ga kopen. Deze heeft pas 114.000 gelopen. Er moet nog wel een nieuwe vrachtwagen komen, maar dat wordt meer een... mijn DAF is bijna aan vervanging toe. Ja, ik geef mij binnenkort ook even vervangen, want ik heb hem zeg maar mossa, maar die pak je niet, dus ook niet meer een nieuwe truck. Dus ik ga wat anders proberen dan. Dus dan doe ik mijn nieuwe DAF doe ik dan weg. Kijk uit naar de dag dat jullie allemaal een vrachtwagen aangekocht krijgen van Dennis. Dat is dan wat hij je geeft. Allemaal zo genaaid worden, hè? Nee. Iedereen mag zijn eigen wagen kiezen. Ja, maar hoogstwaarschijnlijk beginnen we allemaal financieel op nul, dus... De eerste die waarschijnlijk eentje heeft, ben jij. Dan... Mijn gok is dat jij de lijn afgaat wie het meest rijdt. En dus het meest op kan brengen met zo'n ding. Ja. Ja, oké. Okay. Strategisch de beste zet. Maar we gaan toch niet weer op nul beginnen? Weet ik nog niet. In there, done that. Oké, ik heb nou de tab openstaan en ik... Zo weet ik niet. Ik heb tussen de 30 en de 50 MS heb ik en... Ja, Dennis heeft gewoon al gaat 15 MS. Dus waar mag het dan voor de kont? Binding. Locatie Nederland waar je zit. We komen toch nu langs Bol gaan. Waarom heeft een vrouw 4 hersencellen, 1 voor elke band van een auto? Dat klopt, Farming. Kijk nou op de map zelf, ik zie je dingen op. Welke zit je ETS 2 map? Ja. Ja, van VT-log. VT-log is veel duidelijker. Hoe kun je hem... Maak eens een keer alcohol op ofzo. Nog een keer? Marcus dringend een beetje, dus ik dacht nou misschien heeft hij wel alcohol gedronken. Marcus en alcohol, dat is net als mij, een woestijn in verband met alcohol. Tenminste, ik weet eigenlijk niet, volgens mij drink jij niet, hè? Of een beetje. Oké, nou dan drinkt hij dus meer dan mij. Ja, dat is wel een beetje, drink toch niks? Of... Ik drink überhaupt geen alcohol. Ja. Hoe kun je multiplayer installeren? Ga naar truckersmp.com. Accountje maken. Accountje aanmaken, dan kun je de multiplayer downloaden, de mod. En je moet wel 2 uur in-game gespeeld hebben. Voordat multiplayer hem ziet. Of als je er niet uitkomt, gebruik anders YouTube. Dat kan ook niet uit, dus ook YouTube gebruikt. Je kan ook gewoon je game aanzetten en 2 uur laten staan en wat anders gewoon ondertussen. Dat werkt ook. Alleen dan zo zonder van stroom in dat geval. Ik heb een programmaatje die dat voor je kan doen. Je hoeft het spel niet eens aan te hebben. Oh, mooi stukje. Maar dat het allemaal hapert. Nee Jordi, dat kunnen we nou niet tonen. Nee, we zitten midden in een stream. Wat tonen? En ons midden in een rit. Wat moeten we tonen dan in godsnaam? Ja, hoe je multiplayer downloadt waarschijnlijk. Mag je niet eens op een stream tonen, want een stream mag geen desktop bevatten. Nee, precies. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Ja, het maakt niet uit dat ze momentopnames zijn, maar... Je mag niet letterlijk je desktop gaan streamen.
Ik kan me herinneren dat daar regels voor waren. Al is het dus waarschijnlijk toegestaan met de nieuwe in real life en creatief. Ik ken er eentje die. Ik weet niet zeker of het nog zo is hoor, maar het was me uit game categorie en zo echt absoluut verboden. Oké. Ik heb wel eens een keer een video gezien van hoe ik geld ziet in Farming Simulator en daarmee was wel het bureau wat opgenomen, dat snap ik dan ook wel weer op zich. Dat is een opname. Dat is wat anders dan een stream. Ben je moe, Fabi? Ja, ik heb hele lange dagen op het moment thuis. Ik zou het niet kunnen tonen, Jordi, want ik heb Truckers NP al geïnstalleerd staan, dus ik laat hem niet worden. Maar het is best simpel, ga gewoon naar truckersnp.com, maak een account aan en volgende stappen. En als het zo moeilijk is, dan kan je de regels ook niet begrijpen, dus kan je beter multiple in niet opgaan. Hard het ook is. Ook dat, ja. Of gebruik anders gewoon YouTube. Er staan nog genoeg tutorials op YouTube waarschijnlijk. Ja, genoeg. Onder andere, mag ik het trouwens één iemand noemen? Nee. Oké. Okay. Er zijn sowieso wel een paar mensen die dan wel Nederlandstalig hebben. Gewoon tutorial Truckers NP. TUTORIAL. Of gebruik de term, hoe installeer Truckers NP Dutch. Moet ik hem even een linkje sturen of? Oh, dat kan. Maar ik weet niet of jij linkjes kan plaatsen in YouTube. Het zal Nightbot waarschijnlijk niet toelaten. Ja, dan moet je daar moderator voor wezen natuurlijk. Jordi, zit jij misschien toevallig in Discord bij ons? Nee. Oh, ja, wel. Anders kan misschien FarmingNL ons bij links. Hij zit wel bij ons in Discord, zie ik net. Moet je hem wel even in een privébericht sturen, dat pakt hij wel. Nog 900 kilometer zullen we zo'n tankstationnetje pakken. Je rijdt net voorbij. Ja, weet ik. Vandaar dat ik er ook aan denk. Want ik weet dat Marcus het niet in één keer haalt. Ik kan nog 670 kilometer. Ja, maar dan moet Jordi ergens ook online wezen om überhaupt een bericht te sturen, want ik zie bij VTLNL dat degenen die offline zijn, die zijn dan niet zichtbaar in Discord zitten. Je kan bij de Cheers Love Jordi's hier, kan gewoon Jordi klikken met je, op zijn naam klikken met je rechtermuisknop, kun je gewoon bericht sturen. Ja, dat kan. Zo kachel doet het niet. Als zo bij het tankstation zijn, zal ik hem even member maken. Dan staat hij gewoon in de lijst. Ja, maar degene die offline zijn, kunnen we dan weer net weer niet zien natuurlijk. Dat is ik. Ik ben toch ook member? Ja. Oké. Okay. Maar ook members kunnen geen links meer plaatsen. En alleen nog moderators en owners. En de admins. Laat me raad vanwege sommige maatregelen en redenen. Ja, iemand heeft daar een keer misbruik van gemaakt, dus dan schakel ik het uit. Mag ons in de voorbeeld noemen? 18 plus materiaal plaatsen. Ja, dat bedoel ik dus. Nou snap ik het ook alweer. Om Fabi? Hè? Wat? Of ik kom zo een beetje naar de volgende. Ja, dan gaan we naar de volgende eraf. Gelijk maar zeker mee even hardballen halen. Oh, rug. Ik ga benzine halen. Ja, ik kan ook wel gebruiken. Om 130 liter bij me. Koffietje. En dat ik iets minder heb zelfs nog. Dan ga ik even hardballetjes halen. Hey, de 015 YouTubers. Telefoon om mee te piepen.
Twitter, Twitter. Wat denken wij hier? Ah, fuck. Ja, nee. Verkeerde gang zeker. Ja, ik wist niet dat dat gesplitst was. Jij bent Daan, ja dat weet ik. Dan ben ik misschien verkeerd gereden nu. Ah nee, toch niet. Ja, daar gaan we even naar. En er is er voorlopig geen een, dus... Ach, dan keer ik hem uit verrotten. Dan ga ik ook maar badjes halen met mijn freecam. Doei. Zo. Jordi staat inmiddels in de memberlist. Oh, ik denk dat die draai niet eens haalde hier. En die draai ook niet. Nou, dan draaien we op de snelweg. Nou, maar eens even heel erg ver overboord qua wat mag en niet mag. Hoop ik mezelf niet klem gaan rijden. Zo, ik heb nog uit motors gehaakt. Oh man, de piepel! Abby is fout. Oh. Ik snel weg. Oh, en dat is niet erg wat je daar doet. Abby, dan volg je het zelf ook. Oh god. Ruik maar een keer een banner, ik heb er nog nul dus. Mag wel eens een keer in al die jaren. Wat jij wel geflikt hebt? Ja, voor alles wat ik inderdaad al geflikt heb, is het een wonder dat ik er nog nul heb. Dat mag inderdaad een wonder wezen, ja. Kijken of ik nog iets op draai op die PC. Nee, er draait verder niks, maar ik vrees dat hij mijn spel, mijn viewcard loopt over zijn top heen. Oké, okay, ik zie een heel mooi plaatje voor me staan. Als Dennis nog net niet in beeld stond, had ik een heel mooi plaatje kunnen schieten. ArmingNL zegt, ik maak even een nieuwe truck, zeg maar welk merk. Ja, ik ben een Scania man, maar goed, ik zeg Mercedes. Ik heb ook even twee. Joep. Ik heb een mooi fotootje van mezelf gemaakt. Ja, hij trekt hem wel aan. Dit is iets wat mijn GPU doodtrekt. Ik heb wel een Mercedes nou. Is het spel. Wat nou toch, mijn wegseurs niet dicht kan alleen omdat ik toetsenbord rijden ben? Kijken van andere viewkaarten. Heeft gewoon zijn tijd gehad. Mercedes heb je al. Een Scania S, maar die heb je ook al. Scania R dan. Dat wil je ook al hebben. We gaan truck tunen. Gaat niet, ik zit midden in een rit. Plus midden in de stream. Ja, misschien was het dicht nog niet zo erg. Heb je geen tijd voor als je het goed wil doen. Nee, precies. Want je hebt maar 5 minuten. Als we beginnen met de eerste oplossing. Andere monitor van de fucking viewkaart aftrekken. Oh, dacht ik dat nou te toeteren ben ik dat in één keer of zo, maar dan ben jij Dennis. Jij kan ik ook hoor. Wat is het? Veko, oh, dat vindt Fabi leuk. Oh, je Veko is niet slecht hoor. Ton, dat was het niet erop. Dat was Marcus en dat waren Marcus en Fabi. Hey, we hebben toch op beeld staan, hè? Ik heb toch beeld staan. Ik heb wel even achteruit gereden in het pompstation, maar meer niet. Ja, ik moet echt mijn viewkaart gaan vervangen. Dat ding dat loopt alleen maar kokend. Ton, kijk anders even de stream een stukje terug op het punt dat er 2 vrachtwagens omdraaien.
Dat durf je doen, Tom. Ik pak even wat drinken. Heel goed. Ja, goed te horen, Farming dan. Zeker is ook wel weer goed. Fabio, blijf staan, alsjeblieft. Goed. Waarom? Ik wil een mooie foto maken of zo. Oh, waar zit ze? Makers. Waarom? Ah, weet niet, voor in het album. Ik kan misschien een album opstellen, dus mooie plaatjes erin. Nou, in ieder geval kunnen. Ik zou dan voor een nieuwe type kiezen, FarmingNL. Dat is mijn mening. Op zich vind ik daar ook best wel lekker rijden. Ja, alleen zitten ze weer wat minder pk's in, maar ik wil nog steeds de 37 mod hebben. Oh, maar die 625 van Mercedes is niks mis mee, hè? Wat, die 625 is perfect. Heeft meer koppel dan de Scania. Ja, maar... Nee. Ja. Heeft qua hoogste bijna 600 pk. De Mercedes heeft al een koppel van 3500. Weet ik niet. Maar als je de koppel hebt, zou die ook het snelst optrekken. Oh, dus de koppel houdt in dat hij dus. Nee. Het snelst optrekken is de pk's. De koppel is hoe wie het snelst is met gewicht van zijn plaats krijgen. Dus hoe makkelijk die gewicht verplaatst. En zeker ook de versnellingsbak? De versnellingsbak is ook heel bepalend. De versbak is sneller, maar als je zware gewichten trekt, is die langzamer. Nou, dan kun je beter zeker weer een 12-bak hebben. Ja, meer versnellingen komt hij makkelijker op gang. Een 12-bak is ook zuinig, toch? Ietsje. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook een 16-bak. Ik gok 5 tot 10% zuiniger een 12-bak, maar het is niet heel veel. Een 16-bak vind ik onrealistisch. 16-bak is realistisch, maar hij in het spel? Ugh. Kan er geen 80 meer rijden, dan gaat hij zuipen. Ja. Er is ook gebouwd voor het zwaar zandvoer. Ja, het is inderdaad voor zwaar transport die versnellingsbak. We hebben het getest met een 12-bak en een 6-bak. En dat verschil is echt minimaal wat hij verbruikt. Ja, je rijgedrag heeft meer invloed. Ja. Ja, dat is. Weet je hem nou gewoon te beledigen, Fabi? Wat? Mijn rijgedrag is al niet al te best met toetsenbord. Nee, serieus. Je rijgedrag is het meest bepalend voor je brandstof. Ja, als je het ook weer met singleplayer en multiplayer vergelijkt, dan kom je ook wel heel groot verschil tegen. Nee. Jotan, fijne avond. Hoe leg ik dit uit? Als jij 20% van jouw brandstof gebruikt, zijn je banden, de weerstand die je wielen creëren op het asfalt. De andere 80% is de weerstand van de wind. Voor een auto, voor een vrachtwagen weet ik het niet. Dus je bent je meeste brandstof kwijt aan het feit dat er lucht op aarde is en zwaartekracht. En dat houdt de vrachtwagen of de auto tegen. Daarom staat de rol ook niet uit zichzelf weg over het algemeen. Jouw rijgedrag beïnvloedt echter heel erg extreem je verbrandstofverbruik. Als jij uitrolt naar een stoplicht of iets waar je dus tot stilstand gaat komen of langzaam moet, dan gebruik je geen brandstof dat hele stuk, dat je geen gas geeft. Als je gas geeft op het laatste moment en dan vol op de remmen gaat, heb je dus brandstof verbruikt tot op het allerlaatste moment. Dus heb je heel veel brandstof weggegooid onnodig. Hey baas. Hey. Als jij heel agressief optrekt continu en continu hoge toer ingaat, dan gooi je veel brandstof weg. Er is een reden waarom een vrachtwagen het liefst tussen de 1000 en 1500 loopt, omdat hij dan op zijn zuinigste loopt. Ga eroverheen, ga je zuipen. Dus de manier waarop jij rijdt, bepaalt het meeste voor je verbruik uiteindelijk. Dat is ook waarom je ons vaak hoort zeggen dat we op uitloop zitten.
ziet nou, er komt een tolpoort aan, 900 meter. Ja, dan laat je gewoon een trapje heel lichtjes erin, omdat hij van de grond springt en je laat hem gewoon lopen. Uitloop. En nu gaat hij bij mij in uitloop, dus ik geef geen gas meer. Ik kom van de cruise control af, ik laat hem gewoon rustig uitlopen tot aan de tolpoort. Maar volgens mij als je remt, dan gebruik je ook weer veel brandstof volgens mij. Remmen kost niks aan brandstof, maar je moet het anders zien. Om harder te gaan, moet jij dus gas geven, ja? Dus het kost brandstof. Als je remt, ga je dus harder dan nodig. Dus iedere keer als je remt, heb je dus technisch gezien de vrachtwagen of auto versneld. En gebruik je de rem om dat weer af te remmen. Dus heb je voor niks brandstof ingespoten in die auto. Of in die vrachtwagen, hoe je het wil zien. Dus je hebt geld weggegooid. Echter is er een balans dat je moet vinden tussen... Je kan wel zeggen, nou, daar komt een tolweg aan. Ik rol uit tot ik met 2 km per uur de tolpoort binnenkom. Kan je doen. Zeer bezwarend, kan ik je vertellen. Al je echt leuke cijfers. Niet zo leuk voor de rest. Absoluut niet realistisch, want je mag het verkeer niet ophouden. Je kan niet onnodig langzaam over het verkeer door de weg heen gaan rollen, omdat jij zuinig wil zijn. Je moet op redelijke wijze uitrollen naar een stoplicht, dat je afremt. Maar je moet niet bij 100 meter van tevoren al 50 rijden, zo wat. Nou, we kwamen net 50 km per uur bij die tolpoort aan. Ik heb heel even de remmen moeten tikken om op rond de 40 te krijgen. En daarna is het gewoon half gas weer optrekken. Uit de ton hier, als jij remt, druk je 2 dikke rubberen pads op je remschijven. En je remschijven slijten hard en je remblokken nog harder en dat kost ook geld. Yep. Remmen is geld. Moet je tanken? Nee, ik moet afsluiten. Oh, wat was... What the fuck raak ik dan? Ik zat ook wel te kijken naar de tijd. What the fuck was dat? Geen idee. Wat gebeurde er? Ja, weet ik niet. Alsof ik over hobbels heen reed. Ben jij zich aangenomen of zo? Ja, 2% schade op de vrachtwagen eens. Ging over hobbels of iets heen? Fucking neuk, joh. Nou, uitgeleid, zeg je. Wow. Om de 90 nog aan de volgende pomp. Dat was raar. Ik heb geen idee waar de volgende pomp zit. Maar ik heb net ook uitgezonden, ik kon voorlopig niks tegen. Nee, alleen als je eraf zou gaan. Naar Rome. Maar dan had ik een al afgemoeten. Luchtstrook. Vreemd. Ja, gelijk bijna mijn klauw van mijn stuur die ineens gaat gaan trekken. Jezus. Als ik echt doorga zo meteen bij de afslag, dan kom ik een pontje om tegen, maar dan moet ik weer omrijden. Dan wil ik morgen nog verder gaan, maar dan gezien deze tijd red ik dat al niet eens voor het wilde trucks opdracht. Dus dan rijd ik door naar Rome en dan maak ik daar af. Hey Basis Gaming. Goedenavond. Dit is wel even een aardig stukje kilometer vreten. Laat ik nou... Oh, ja, ik ben nou bij de pompstation, dus ik verlaat nou ook het konvooi. Jo. We komen vanuit Mannheim en we gaan naar Messina. 70. Dan stop ik ook gelijk mijn wel of trucks op dracht, hoor. Ja, als je hem toch niet af kan maken, heeft ook geen zin. Nee, dat is nog minder dan 12 uur, dat bedoel ik dus. Nou ja, als je morgen weer laat, kan je wel voor VT-log afrijden, ja maar. Kunt hem pauzeren? Dan gaat hij gewoon pauzeren. Dan gaat de rit, dan wordt de tijd dus niet verder af. Volgens mij niet. Oh. Het is goed, dat heb je dan niet. Ja, maar links bovenin kun je weer...
hopen dat dat altijd werkt. Volgens mij werkt dat. Dat werkt niet zeker. Hier vast. Nou, ik geef je nou een parkeerbekje, maar dat is zo vlak bij een... zeker om te tanken, dus ik kan hem iets verder neer. Gaan we in de 80? Joep. Dan pauzeer ik mijn levering als het lukt en dan kan ik, zie ik morgenavond, want dan zie ik morgenmiddag als ik terug ben van de orto, dan kan ik weer verder, dan kan ik zien of het is gelukt of niet. Anders kun je hem altijd inleveren voor VT-log. Ja, ook al is hij aan de late kant, maar dan, dat moet er maar even. VT-log boeit het niet. Geen game, misschien wat minder geld. Ja, dat sowieso, dan klik ik nou op pauzeren. 5000 miljard is dus ja. 500 miljard is het. Ik ben niet meer toe voor mij. Hij zegt, nu bij mij wel de opdracht is gepauzeerd, dus waarschijnlijk gaat de tijd dan niet door. Ja, want dat is ook weer gebaseerd op real life tijd. Ik ben ook heel gauw achtergekomen toen ik het net had. Ja, dat is een luister. Ja. Heb je meestal hè, mijn simulator? Ja. Want toen we daar zijn bij de pomp, want ik heb een hele mooie foto van mijn voorkant van mijn vrachtwagen genomen. En jij nog een beetje in het hoekje op de achtergrond, Dennis. Ik ga de sowieso nog even uploaden. Daar. Nou, ik probeerde mijn telefoon te pakken, is alleen. Viel dit op de grond? Nee. Ik greep verkeerd, omdat ik last van mijn rug heb. Ik ben er nou, niet goed bij kan. Laten we hopen dat het al gauw is opgehouden is. Loop je nou nog steeds heel erg in op mij? Nee. Ach, joh. Hey Thijs, je mocht al afsluiten, toch niet? Ja, ik zag een paar foto's en eerst kort en dan ga ik. Man, wil je niet meer weg hebben of zo? Het is raar, je zegt ik moet gaan en dat je dan gewoon niet gaat. Dat dus. Ik zag trouwens gisteren een bericht dat de Zwitserse politie overgaat op Tesla Model X. Dat doen ze goed aan, want dat zijn mooie autootjes. Ja. Dat zijn inderdaad gave auto's. Oh joh. Ik heb er een paar dagen geleden voor het eerst eens zien rijden in mijn leven. Ik vind hem niet heel bijzonder eruit zien. Een Model X is dat hier. Is ja. Dat hier hoog? Ja, ja. Is de SUV. De eerste elektrische auto die ook een trailer kan trekken. Een aanhanger tot 2000 kilo. Okay. Sterker nog, hij kan zelfs 95 pond zware vrachtwagen slepen in de sneeuw. Ja, klopt. Elektromotoren zijn zo fucking sterk. Alleen, carrosserie heeft een begrenzing hè, wat hij veilig kan trekken. Ja. Dat is 2000. Dan verhaal ik nu TeamSpeak hoor. Yo. In de stream zelf mee te kijken, maar dat is ook wel gauw gebeurd. Tot ziens. Hey yo. Ja, maar rust. Ik weet dat hij dat hoort. Hij mag de bus hoor. Ik wil de mail helemaal niet openen, ga weg.
Ik vind het wel een heel lang zijstuk hoor. Snelweg, 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 dat hè? Vind ik wel. Italië is wel heel veel snelweg, hè? Ja. Ja. Ja, ze hebben eigenlijk gewoon twee snelwegen van zuid naar noord getrokken, wat best raar is, nagaat ons land veel kleiner is en dat echt veel meer van die kruising heeft. Ja. Maar weet je eerlijk, en dat in Nederland te veel afstand. Oh, en er komt nog meer bij. Oh, nou, dat stoort me dan weer niet. Ik ben daar wel heel erg aan gewend, maar ik heb leren rijden in de Randstad, dus dat is chaotisch als de pest. Ja. Mijn eerste stukje snelweg was 16 banen breed gelijk bij... knooppunt Ridderkerk, van ja, en nu? Ja, dat moet je uitzoeken, jij rijdt. Hè? Mensen in de Randstad leren rijden, leren wel heel goed rijden. Ja. Maar als je kijkt hoe groot ze zijn. Ja, is een belachelijk film. Ja, dat komt omdat we ook heel, heel dicht bebouwd zijn qua bevolking, dus je hebt het wel nodig. En dat vraag ik me dat af. Want ik weet zeker, als je meer afstand neergooit, dat er ook meer files komen. Ja, dus ze hebben al bewezen dat meer asfalt neerleggen dus niet helpt tegen de file drukken. Nee, want het moet toch uiteindelijk van A naar B, dus uiteindelijk komt dat verkeer samen. Als je kijkt wat er nou ook is, sinds enige tijd weer, de crisis is voorbij, dus er worden weer meer auto's gekocht. En je ziet wat er nu tussen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam gebeurt. Ja, en die weg is toch echt verbreed om die file druk aan te kunnen en staat gewoon weer vast. Ja, maar dat is een logica. Als je dat begrenst tot 100 km per uur. Ja? Ja. De logische som is, als verkeer aankomt rijden met 130. En het voert vervolgens af vanaf dezelfde snelweg maar met 100. Ja. Dan is het toch logisch dat het opstroopt? Ja, klopt. Want je voert sneller aan dan je afvoert. Je kan het ook zo zien. Je duwt water op een pijp heen. Daartussen zit een tank. En aan de andere kant loopt het eruit. Wat zou er gebeuren met die tank als je meer water erin pompt dan dat je eruit laat lopen, eruit kan lopen? Ja. Gaat die tank vol lopen? Ja. Eigenlijk heel simpel als je erover nadenkt in logica. Het werkt niet. Nee. Het stroopt het verkeer op. Maar er zijn betere alternatieven zoals openbaar vervoer. Zou gratis moeten zijn. Dan betalen we allemaal maar 5% meer loonbelasting. Is het gewoon waard? Ja. Dan hebben we allemaal minder geld. Maar kijk wat je daar voor terugkrijgt. Allemaal. Iedereen wint daarvan. Dan nog ga ik niet met het openbaar vervoer. Nee, ik ook niet. Maar hoeveel mensen zouden het wel doen? Ja. Ik heb het. Hoeveel mensen zien liever hun kind op de bus stappen dan op de fiets naar school? Ja. Voor veiligheid. Ja. Het is een vrij simpel iets. Maar bij ons in de gemeente willen ze het nu zo aanpakken dat ze meer aandacht willen geven aan fietsers. Dus ook de doorstroming voor fietsers willen verbeteren. Hi. 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 En dat gaat dus betekenen dat wij als automobilist langer staan te wachten bij verkeerslichten. En we hebben sowieso al heel veel rotondes hier liggen waar de fietsers al gewoon voorrang hebben. Dus dat is ook een idee. Maar ja, daar ga je ook niet alles mee oplossen. Nee. Weet je waar ze nog erger mee gaan komen? Is die milieuzones. Ja. Die zijn nu kaart in opbouw zijn gekomen. En nu even dat de mensen binnen centraal zijn autovrij. Ja, nou, ik ben eerlijk. Ik vind niet dat iemand die een benzine heeft, vind ik niet dat je die moet straffen. Hé, hey, Mika. Maar die oude vieze diesels, donder alsjeblieft op met die dingen van de wegen. Oké. Plus, pak niet de mensen die bijna niet een auto kunnen betalen en dan een nieuwere auto moeten kopen omdat die anders niet meer door de milieuzone heen komt. Nou vind ik de huidige milieuzone echt wel acceptabel. Ik bedoel, auto's kan je voor 500 euro krijgen die gewoon binnen deze milieuzone vallen. Dat is geen probleem. Dan nog is er ook alweer bewezen dat die milieuzone niet werkt.
Om de lucht schoner te krijgen in die gebieden wel, maar nee. Het stroopt het verkeer nog meer op. Nee, het helpt niet. Ze hebben de luchtkwaliteit in Utrecht gemeten sinds de milieuzones ingevoerd. En de luchtkwaliteit is nauwelijks verbeterd. Ja, het zal niet veel verschil maken. Nee. Het waait er gewoon in. Het was zelfs verslechterd. Het is zelfs verslechterd, ja. Ja. Ik neem het toch wel opgelet. Ik denk dat het, je moet mensen eerder straffen financieel voor mensen die veel geld hebben en dan vervolgens een V12 Lamborghini voor de deur hebben staan. Ja. Dat moet je aanpakken, want die mensen kunnen gewoon een Tesla betalen. Ja. Ik zal straks even kijken, Farming NL. Dat is wat ik niet eerlijk vind. Ja, dat klopt. Er zijn zoveel dingen niet eerlijk van. Vind ik. Maar goed, dat is bij mij. Ik vind het prima als de overheid mij wil stimuleren om elektrisch te gaan rijden, maar ja, betaal het ding dan ook even. Ja. Ja, maar u kunt al zo'n Renault Zoe krijgen voor 10.000 euro. Ik zeg ja, en wie betaalt die 80 euro per maand de fucking accu hier? Ja. Ik niet. Ik krijg geen 80 euro per maand aan brandstof weg. Dus pik hem lekker op met je Renault Zoe. Ja, maar dan kunt u ook een kleinere nemen, die kost 50 euro per maand. Ja, nou, dat draai ik ook niet weg per maand, dus flikker van op. Ik rij gewoon extreem weinig. En juist de mensen die extreem weinig rijden, denk eens aan moeders die de kinderen naar school brengen, en dus vaak ook die auto's niet kunnen betalen, die zouden de 110% winst van halen. Een kleine opdonder waar ze mee door het dorp heen kunnen rossen. Stimuleer maar die 45 km puur autootjes elektrisch en dan van normaal formaat. Dat maar stimuleren. Werden dat daar interesse in is als tweede auto voor de boodschappen, de kinderen naar school brengen. Ja, dat zijn ook echt vervuilende dingen. Wat, die 45 karretjes? Ja. Ja, maar ik bedoel elektrisch. Ja, ja, die zou je elektrisch moeten maken. Die zijn er, maar zijn stervensduur. Als je daar subsidie op zet voor mensen die een kind hebben en aan kunnen tonen, mijn kind zit op school in het dorp of in de stad waar ik woon. Weet je wat een verbetering van het milieu dat zou zijn? Want ten eerste, het huishouden rijdt heel goedkoop naar de winkels en de kinderen naar school. En dat zijn, nou, ik denk al de helft van de ritten die ze doen als huishouden. Mm-hmm. En die dingen hebben bijna geen slijtage en shit en belasten het milieu amper. Geniaal. Alleen die 45 km per uur dingen zijn ook levensgevaarlijk. Ja, maar we hebben het hier over een auto die dus ook echt de snelweg niet op gaat, hè. Maar als je inderdaad alleen binnen je woonplaats blijft, is het voldoende. Ja, maar als je ze daarvoor zou subsidiëren, weet je wel, mensen die aantonen dat ze ze gebruiken voor naar de winkel ermee te kunnen gaan, even de kinderen naar school brengen. Nou, dat doen sommigen ook gewoon 3-4 keer per dag. Binnen gaan de kinderen naar huis. Weet je wel, de ritjes dat zijn op iedere keer op een koude motor. Een uitstoot dat is. Als je dat zou kunnen doen met zo'n elektrisch karretje, dat zou goud zijn voor het milieu. Ook, ik ben die kleine van mijn zus bracht ik regelmatig naar school. En dan staan daar gewoon 30 van die auto's en allemaal van die dikke familie. Maar een moeder die komt altijd in zijn Renault Espace 3 liter diesel door de kinderen school brengen en die woont echt 2 kilometer verderop. Nou, dat is 3 keer koud gestart moet worden voor die 2 kilometer. Lekker goed voor het milieu. Is dat elektrisch zou kunnen. Ah, pak gelijk die 2-takters eens aan. Kijk, er was een scooter uitstoot. Ook veel. Daarom heb ik een elektrisch. Ah, lekker die dingen. Mij te duur. Ah, goed, ik heb ook geen cent op betalen. Ik ben jaloers, het zijn echt fijne dingen om te fietsen. Ik heb een fiets van de gemeente. Ik heb een auto, dus ja, ik heb niks meer aan een fiets. Elektrische fiets? Ja. Nice. Echt. Ik heb een elektrische. Ik wil eigenlijk nog wel zo'n pedalex hebben. Wat? Ja, die gaat echt fucking hard. Oh, je hebt een sportfiets elektrisch. Dus dik 50 km per uur op je fiets. Okay. Computerchip, dan kan je hem omhoog krijgen naar 80, 90. Ja. Levensgevaarlijk. Je bek gaat bijna dood.
Ze willen die dingen in het hoofd hebben. Ja. Lekker, Spike, Fabi. Ergens last van. Ja, die stond stil. 3 seconden. Hij staat in de kist stil. Ja, het zal toch die internetverbinding hier zijn dan. Het is even een degradatie, hè, voor in de kijk naar... Ja. Leuk hoor, dat is Zeeland net. Was vanmiddag in het nieuws dat... Zeeland net gaat analoog eruit gooien. Ze moeten allemaal overschakelen op digitale televisie en zo. En dan was er weer zo'n Zeeuw. Zeeuwen zijn zuinig. En die heeft nog een oude beeldbuistelevisie staan. Want ja, dat ding doet het nog. Dus waarom zou ik een nieuwe kopen? En die moest dan een kastje kopen. Voor €40. Om dat ding op digitaal aan te kunnen sluiten. Ik zat echt, what the fuck, weet je. Betaal gewoon die €40. Of koop gewoon een nieuwe televisie. Weet je? Daar ben je er ook vanaf. Die beeldbuis gaat waarschijnlijk over een jaar toch wel caduc. Dat gaat niet te hard. We hebben speelkasten uit de jaren 70 staan waarvan de beeldbuizen het nog steeds doen. En die dingen staan dag en nacht aan. Nergens over. Het is wel 8 minuten voordat het beeld eindelijk ingeladen is, maar... Hoge tonigheid van dood. Helemaal gehad naar deze rit. Er is iemand heel zacht. Ja. Al beter? Nee. Vond je nu wel. Nee. Doe maar van je microfoon omhoog. Hebben we nu beter? Ja, is nou wel wat beter. Is het eigenlijk gelukt om mij in divisie 2 te gooien? Ja, oh, Fabi, is het al gelukt? Waarom moet dat handmatig? Omdat haar die apply knop blijkbaar op de einde van die bij hem niet werkt. Ah. Ja, ik druk er de hele tijd op, maar ik kon ook helemaal niks doen. Dan druk je erop en dan is hij geactiveerd, maar dan geeft hij, doet hij. Heb je wel ingelogd? Ja, ik ben gewoon ingelogd op mijn account. Nog in een andere VTC. Ja, ik heb alles geblokkeerd. Geprobeerd. Niet geblokkeerd, maar geprobeerd. Ik bedoel, zit je nog in een andere VTC? Want je kan er maar in één tegelijk zitten. Nee, dit is de eerste keer dat ik hier in zo'n VTC zit. Fuck. Om eens dat bij de een gebeurt het wel, met de ander niet. Waar heb jij je cruise op staan, Fabi? 80. Oké. Loop ik in of uit? Nee, thuis. Ik heb geen Mercedes. Ik ben onderweg naar hierheen. Continu strak 80. Loop ik zo erg uit op jou dan? Nou, ik denk dat je ongeveer een paar 100 meter voor me zit. En enkel als ze dan? Nee, dubbel as. Geen idee dan. Ik weet niet eens wat het is met jullie allemaal in die chat, maar kap eens met die caps. Caps lock is schreeuwen, in andere woorden negeer ze. Te hard wil praten om je uitroepteken gebruiken. Aan het einde van de zin, onder spatie ertussen uit B. De vraag is een vraagteken.
Nee, thuis. Dat ben ik niet. Vroeg die of je zwanger was? Nee. Ik hoor die auto van Marcus achter me brullen. Zelf bij zich of niet? Nee. Ja, zit niet. Oh. Kom keer voor de fun. Hé, hey, best lekker. Want flink trekken je. Het is ook alleen maar stijgen dus. Maar net naar de 80 toe hier. Ik moet nou gaan. Rij lekker verder en. Fijne avond. Yo, yo, fijne avond. Aan, jongen. Ik heb over die knap ook hier een keer 10 uit. Oh, die kan downloaden zeker. Die trekt zo mijn internetplaat. Ja, is hij weer aan het downloaden. Pak je die hele vier rond een bit deelt van onze PC. Prachtig. Wie, Matt? Ah, subwoofer. Die heeft 400 bit van Ziggo en dan trekt hij dat met downloaden helemaal dood die verbinding. Maar als je bij Ziggo je max verbinding bereikt, dan reset die modem de verbinding heel even, omdat je er overheen gaat op een gegeven moment. Oké. Okay. Dan zit hij op 450 bit en dan zegt die modem, joh, hey, dat mag niet, klik. En dan reset hij even kortstondig die verbinding. Laatst dat je gewoon je verbinding even limiet. Nee, gewoon doorpompen hoor. Een keer flikkert die verbinding uit. Nou, de pedalen er maar weer eens bij pakken. Het ja, moet ermee. Ergens last van? Ik heb ook 47 ton achter mannen, dus. Niet recht aan het rijden, dus. Ja, ik had hem deze keer gezien. In de allereerste keer zelfs gegaan. Ja. Maar dan komen die kruisen best verwarrend zijn. Je bedoelt bij tankstation of niet? Ja, als je hier bij Villa San nog wat binnenrijdt. Ja, daar ben ik nu. Zit ik vlak achter jullie? Dat denk ik wel eens. Te kijken als ik je zie me.
In over 2 maanden. Op vakantie. Waka. Ja. Oorlijke randjes. Komma. De randjes. Ja, dat zijn gemeene dingetjes. Dan moet je het ook met respect nemen. Maar rustig eroverheen. Zo, eerst maar even kijken of van die regen af kan komen. Ik ben er nou wel klaar mee. De boot nemen heeft blijkbaar niet geholpen. Nee? Nee. Denk ik de afstand te kort. Hey, Stevenas. Een plek. Is slecht voor deze dubbelassers, joh, zo scherp draaien. Niet gewoon die eerste as schuiven. Draait totaal niet mee. Ik vind dit wel een leuke skin, ondanks die een beetje raar is. Nee, serieus, ik vind het echt een leuke skin dit. Oké, kom maar door.
Marcus al weer verslagen. Heb jij weer verslagen? Ik heb die te minder gebruikt. Raymond mag niet meer meedoen. Want? Tot 100. Wat wil je ook als ik bij moet trekken? Goed. Ja. Nou, ben jij even aangekomen dan, Rui? Taranto. Taranto. Ah. 5 ton bijna. Maar dat wil wel wat drinken. Ja. Ga je nog inleveren, Dennis? Hij is al lang ingeleverd. Oh nee. Oh ja, tuurlijk. Jij levert in bij de afleverpunt. 41 op de 100. Oh, Renault does it again. Waar reed jij mee, Marcus? Over VH53. Ja, en dan verdomme gewoon 36. Ik heb een 85 in liggen. Je moet je moeten horen dat. Nou, als je 49 ton trailer achter je hebt zitten, ja dan. Dat is uitzonderlijk, hè? Ja, eindelijk droog. Een keertje in de regen rijden niet erg, maar niet twee streams achter elkaar. Zo, 938 euro is in die tank. 805 liter. Even pissen. Lichtbalk ook onderin bij mij. Ja. Van een hele grote N. Ja, klopt ja. Boomies. Eén ding wat ik wel heel vet vind aan die map nu. Het zijn gewoon drie gigantische rijen licht. Twee rijen van drie. Dat betekent hoop ik echt dat die tunnel komt. Ik ook. Hoop ik echt. Gaan we zien. Zo. Ik ben er klaar mee.
dat dacht ik wel. Het loopt ook niet lekker. Nou, ik ben benieuwd wat er... Denk de verbindingen hier ook. Oké. Okay. Het is voor het eerst dat ik het zo meemaak sinds je in Zeeland zit. Ja, ik weet niet wat het is. Het gaat in ieder geval een stuk beter toen ik een andere beeldscherm van de viewcard afflikkerde. Te veel activiteit op de lijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet, Thijs. Ik zie het morgen pas als ik de stream klaarzet. Ik denk dat het gewoon ETS gaat worden. Vrijdag natuurlijk, hè. Maar ik heb geen zin in ATS. Ben er weer. Joe. Klaar voor een rit? Ja, nog eentje. Ja, ik denk ook nog maar eentje, want mijn rug vindt het niet fijn. Als het niet gaat, dan moet je gewoon stoppen. Ja. Dat je gesloopt bent, omdat wij nog verder willen. Oh nee, het is... Oké. Ik daar veel dat ik je mee. Ken je, want ik ken je gevoel. Ik ken uw grenzen. Ik ga een kanaaltje omhoog. Yo. Yo. User left your channel. Ah. Eentje doen dan? Ja, ja. Kunnen. Ik heb al een leuke trailer met chocolade naar Nice. Oh. Ja, is goed. Ja? Kijk, laat ik je voorin of niet? Ja. Die heb ik ook. Yep, oké. Okay. Lekker Thijs. Ja, Thijs, lekker. Ja. Ik heb bijna weer verkeerd. Ja, dat is één stinkertje hier. Ja. Geen lift als op de trailer. Dat is een nieuwe trailer volgens mij. Ja, een nieuwe trailer. Een zwart moeder. Oh ja. Nice. Nou, ga maar gas. Even vertaan. Ik mag zelfs de lift, de midlift, mijn techlift niet omhoog. Hoe zwaar is dat ding? Hoeveel ton hebben we dan? Oh, 24. Nou, best wel zwaar, zwaar vrachtje.
benieuwd naar die koudtennis. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, ik ook. Ik heb daar verder nog niks van gezien eigenlijk. Het zal wel weer de zomer-update worden. Dat denk ik ook. Ja, DLC, hè? Het wordt een DLC, denk ik. En ik ook wel, ja. Ja, ik ga niet van de boot af. Ook rijder? Ja. Maar ik heb straks goed erin of niet? Ja, ja. Ja. Gelukkig genoeg ben je huis bij me. Ja. Ja, ik ook. Ik heb voor mij meer dan deus. Ja, 30 per jaar meer. 57. En ik heb de lichtste motor nou. Van de V8-range. Ja. Ja. Ja, de ene lichtste is dat. 85. Ja, natuurlijk, je doet nog 25. Ja. En in de zielplay ben ik teruggegaan naar 500. 54. Was dat de gejank van die VR zo zat? En er qua pk's in de juiste slagorde. Licht, middel en zwaar. Ja. Oh, goed. Ik heb de cross op 70 staan. Ja, ik ook. Hey Enrico, you eat your life. Or I hate. Nou, welkom bij de club. Maar waarom, Enrico? Vertel.
Alexander Games, ook goede naam voor ons. En het antwoord is nee, maar zondag wel. Zondag mag iedereen mee rijden. De rest van de dagen is voor de VTC alleen. Ah, heeft iemand zijn woord weer eens niet gehouden, Enrico? Tja. Ik weet wie dat is. Nee, zondag rijden we weer met kijkers. Dan mag iedereen mee rijden. We maken op Discord ook de locatie bekend waar we staan. Dat doen we meestal op vrijdag of zaterdag. Ik kan maar één ding zeggen. Hou de Discord in de gaten. Yes. En je kan je ook aansluiten bij de VTC. Kijk daarvoor even in de beschrijving. Ja, het is en blijft lullig, Enrico. Heb je bij die persoon alles nagevraagd? Waarom je nog niet de DLC of wat je hebt gewonnen nog niet hebt? Giveaway. Maar die thuis kan ook aardig goed kletsen, of niet? Nou. Ja, ik hou mijn mond wel weer dicht. Hey, Farming NL. Hoeveel zei je in het begin van mijn stream? Weet ik het. Ik moet bijna huilen. Oh. Ja. Dat ik wel tegen hem zei. Ja, en ook nog halverwege de rit gewoon stoppen. Ja, maar komt dat hij van zijn ouders naar bed moet. Of in ieder geval de computer moet afsluiten. Ja. Wie moet bijna huilen? Thuis. Ach, jongens. Ja, dat moet je niet doen. Dat is mijn bedoeling niet. Kijk, als je al weet dat je macht moet stoppen, ja, en jullie pakken dan de rit, kan die gewoon niet meer rijden, klaar. Simpel is dat. Ja, dat bedoel ik. Hij kan best mee hebben. Hij weet gewoon dat hij niet uit. Of ik gehoord heb van die man die zelfmoord wilde plegen in de Tweede Kamer. Sterker nog, ik heb het gezien. Ja. Nee, hoor. Dus wie zegt dat Tweede Kamerdebatten kijken saai is? Heb je recht iets gezien dat die gaat in mijn afstand doen? Ik zat op tweedekamer.nl debat te volgen. Wauw. Maar wel is de aanleiding voor of dat diegene nu ga ik gewoon opstaan. Hans, nou, wat ik van begreep is dat hij zich eigenlijk wilde ophangen aan de balustrade. En wat hij tijdens die actie viel. Zijn naam is Hans Kamperman. Ja, dat klopt. Hij heeft 4 weken lang of zo, of 8 weken lang voor de Tweede Kamer gebivakkeerd in een tent. Om ergens aandacht voor te vragen. Had dat niet iets te maken met de gaswinning in Groningen? Ja, ze hadden het nieuws gezegd over
wiet en hars. Totdat er medicijn moet worden. Ja, dat is die wietolie. Ja. Ja. Die gelegaliseerd moet worden. Ja, maar er is ook één iemand in de hongerstaking. Ja, klopt. Dat is in Groningen, twee mensen. Dus. Ja. Hé, hey, hoor. Maar ik zeg al aan grond al. Oh, Enrico, daar zit je al lang in. En als je denkt, later wordt het allemaal beter, dan heb je het mis. Ja. Leven is kut, en dan ga je dood. Er was een cannabisactie gisteren. Ja. En hij heeft het overleefd, staat hier. Dus. Ja, klopt. Ik dacht vroeger als kind ook, van als ik later 18 ben, dan ga ik op mezelf wonen en dan is alles goed. Dan wordt het leven beter. Nee, niet. Hey, je kent het gezegde wel, hè? Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Leven duurt maar even. Ja. Maar Enrico, ik zou toch eens bij degene waar jij gewonnen hebt eens navragen over waar jij waar je prijs is. Ik vind wel, als je als YouTuber een giveaway doet en iemand wint hem, moet je ook gewoon nakomen en die giveaway geven. Ja, soms is het leuk. Inderdaad. Nou, nog een half dagje werken, hè? Dan is het lekker weer 3,5 dag weekend. Kijk, dat zijn betere verhalen. Ik ben elke vrijdagmiddag en elke maandag vrij. Ik laag niet volgende week vrijdag verplicht vrij. Dat vind ik ook niet zo erg. Het is goede vrijdag. Ook wel lekker. Ik werk volgende week de dinsdag, de woensdag en de donderdag. Ja, volgende week is goed. Ja. Wat zei jij, Marcus? Volgende week is zo goed of vrijdag. Daarom ben ik vrijdag vrij. Niet zonder dat ik vrij ja. Ik ben niet vrij. Wij ook niet, wij zijn genopen voor de paasweekend, hè? Ja. Nou, wij zijn er eens mee bij. Ik weet niet of je weet wat het is, Rijmen? Ja. Die is gewoon helemaal dicht. Je roept er van de vrachtwagens voor vrijdag, gaat er donderdag uit. Dus als het goed is, mogen we die woensdag laaien. Boah, dan ga ik hier weer en heb ik die handel erin. Dat moet altijd even zo niet anders, maar... Dat komt altijd wel weer goed. Maandag is tweede paasdag, hè? Ja, misschien werken. Kut. Ik niet, dan ben ik vrij. Gaan wij gewoon los. Ja, in mijn ploeg ook iedereen. Het kost er echt uur verlof komen volgende vrijdag. Het kost er maar 4. Altijd lekker met je verlof uitsparen. En je pakt hem ook nog van mijn HTV af, dus hè. En die behoud ik elke week 4 op, dus dat kost me in principe ook nog niks. En net mee. Dat is wel lekker. Hey. Maar boys, ik ga er van tussen. Ja. Ik kom er morgen wel weer melden, denk ik. Goed. Dus zodoende. Ups, wat is dat? Die kan weg. Zo, jongens, put, kalm aan. Hou hem recht, zou ik zeggen. Ja, gepoetst de kant boven. Wauw! Een koppertje, hè? Gepoetst de kant boven. Kijk, jij kan ook niet erg hoor. Hij zegt, ik ga altijd allemaal tussen de lijntjes, man. Ja, die snuif ik altijd op.
Ja, laat maar zitten. Dit gaat de verkeerde kant op. Hey Marcus, je moet zo geen verkeerde dingen liggen, hè? Hoe zei ik nou weer? Wat doe je? Gekheidje, man. Gekheidje. Nee, slap ogen. Ja, dan krijg je, het is 9 uur geweest. Oh nee, vlog even. Krijg je als het 10 uur geweest is. Ik ben ook nog uur te vroeg. Oeps. Zaterdag gaat die uur terug. 1 uur. In vooruit, allemaal. Vooruit, ja. Hé, ik heb een ezelsbruggetje, Marcus. Voor, ja, dat kan je het dan zien. Ja, dat weet je toch. Ja, toch. Ja, je bent ook gelijk, maar ik ben net totaal niet meer bezig. Nee, ik ook niet. Ik hoorde vandaag, ik hoorde vandaag ook dat die nu vooruit moet volgen. Ik zie ook. Maar deze week, zaterdag al bedoel ik. Je geurt zo'n zin hier. Ah, nou ja, we zullen het wel zien. Overlevert wel weer zeker. Best. Maar ja, jongens. Call them on. Ja, goed. Morgen ATS. Nee, morgen doe ik waarschijnlijk ETS. Hey, Leef Meegames. AT hier. Nou, het gaat wel aardig. Alleen met mijn rug niet zo. Hachi, ook goedenavond. Weer terug. Zaterdag gaat er een nieuw event zijn. Doe ik mee? Nee, want zaterdag doen wij Farming Sim. Bovik. En ik. In een zaterdag ben ik vrij van. Waar gaan wij naartoe? Naar Nice. It is always nice in Nice. Yo, FarmingNL, tot morgen. En slaap lekker zo. Eurotruck, een rustgevend spel. Ja, dat is het ook. Ja, ik ook. Ja, precies, graag aan. Andere kant op. Ja, zondag kun je mee doen. Zondag rijden wij inderdaad met kijkers, kan iedereen mee rijden. Dankjewel, leef mee. Het zal nog wel even duren voordat het ook weer voorbij is met die rug. Dan zijn we nu in de therapie. Nou ja, het is, ja, ook weinig zin. Ja, maar je bent wel vaak sneller vanaf, althans ik. Nou blijven toch wel 3 wagens. Ja, het is Italië. Oh ja.
Nog 865. Ja, dus moet ik er even rekening mee houden dat ik volgende week ook de boodschappen doe voor tweede paasdag. Ja. Ja, ik doe bijna stof voor neer, hè. Ja, ik doe het nu meestal, sinds ik een auto heb, is het dan makkelijk dat ik in één keer voor een hele week mijn boodschappen in huis kan halen. Ik ben om twee keer in de week naar de supermarkt te gaan. Ik heb sowieso een... Echt geen enkel. Maar ja, vaak moet je wel even. Althans, ik. Yo, blijf mee. Fijne avond. Ja, Enrico, soms moet je opmerkingen misschien ook niet maken. Mooi houden. Alleen maar denken. Wat bedoel je, Hachi? Of zoek een andere manier om je punt duidelijk te maken, maar... Opmerkingen maken waardoor je geband gaat worden of kan worden, dat lijkt me niet de meest verstandige manier. Hetzelfde geldt op mijn Discord, ook op mijn YouTube. Als je eenmaal een ban van mij hebt, is die ook voorgoed. Ik doe niet aan bans voor een dag of voor een week of voor een uur. Dat is gewoon. Je wordt eerst gewaarschuwd. Als je een leuk event hebt, Hachi, en er tijdig mee komt. Want wij zitten zelf met een VTC en we willen best wel eens aan events meedoen. Dat vinden we helemaal niet erg. Maar dan moeten we dat tijdig weten, want ik moet wel de VTC. Op de hoogte stellen en kijken of er hier meer mensen zijn die mee willen doen aan het event. Ja, ben ik. Ik bedenk altijd, kan ik wel maken wat ik wil gaan zeggen? Of kan ik het ook op een andere manier doen, zodat niet iemand zich daar beledigd over gaat voelen?
Oh, op mijn Steam kijk ik bijna nooit. Wij werken echt met Discord. Het heeft weinig zin om mij berichten te sturen op Steam, want A, ik ben er nooit online. B, ik kom er eigenlijk alleen maar als ik een game wil kopen of uitloop. Een game moet updaten. Dat is eigenlijk de enige tijd dat ik op Steam kom. Inderdaad, tja. Als je eenmaal een ban hebt, doe je er weinig aan. Dat klopt, ja. Tim van 8 jaar haat mevrouw Vroom. Ik denk dat mevrouw Vroom het geen sikke pit kan schelen. Lekker op de cruise control rijden. Ideaal. Ja. Krijgen weer een tolpoort. Joehoe. Nou! Het begint een beetje zat, man. Met die tolpoort, ja. Ik heb hem op uitloop staan. Ik ook. Ja, ik bedoel helemaal. Goed, ik ga wel uit, hoor. Yo, Hachi, later. Laat maar.
Slaap lekker, Enrico. Yo, Enrico, slaap lekker zo. Maar naar 90. Is goed. Die gang erin gooien. Op maximaal. Lammen met die handel. Kijken of ik iets beter kan gaan zitten, want oh. Denk dat morgen onze dokter wordt, of niet? Nee. Die kan er ook niks aan doen. Ja, therapie geven. Doorsturen. Ja. Mijn rug heb gewoon een zwak punt sinds die hernia. Ja, dat klopt. Ik had het kunnen weten toen ik ging koken bij mijn onderbuurman. Ik had beter naar boven kunnen komen dat ik op mijn eigen aanrecht had, want die is gewoon op mijn lengte.
Ja, dan sta je net iets voorover gebukt, denk ik. Ja, je staat veel te laag. Ja. Maar hij heeft een aangepaste keuken, omdat hij in een rolstoel zit. Ja. Ja, en dan zet je zo'n belasting op je rug. Ja, en vooral op je onderrug. Ja, het zit ook in de onderrug. Als je dan staat en bijvoorbeeld, zoals vanavond in mijn eigen keuken, dat ik aan het koken was en een stap opzij wil doen of me wil omdraaien en dat je net weer even, ja, het schiet er net weer even in. Hmm. Dat helpt het ook niet echt. Nee. Zo herkenbaar. Ja. Ik heb er zelfs nu last. Dan ben ik er niet doorheen gegaan. Ah, wat dat betreft ben ik nou wel blij dat ik een auto heb en niet op een scooter hoef te zitten. Ja, dat geloof ik inderdaad. Bijvoorbeeld 90 doorheen. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Ja, dat kleine bochtje niet, maar de rest wel. Ja, ook. Oh, ik heb me helemaal 90. Nee, dat Ik ben er nog. 5 minuten. Ja, schiet er wel op. Ja, dat. Nou, Bas, of kijk ik maar niet naar. Nee, die gaf iets anders uit, man. Laat niet in mijn woordenboek. Nee. Dat is van mijn muziek. Ja, ik denk ziek nog meer dan mijn moeder deed. Ik heb wat harder aan staan om wakker te blijven. Welk bordje? Ik zag geen bordje. Een bordje gezien? Komt hij aan beide kanten van de weg? Want dan is 2 keer 70, hè? Dat is 100... 140. 140 bij elkaar. Ja, dus dan zitten we goed.
voor de laatste keer de spoed verwacht. Dan moet op bestemming zijn, anders smelt de chocola. Ja, daarom. Ja, dat reden dus ja. Het is een fout van die inpakken, hè? Ja, de koeltrailer moet pakken. Ja. We hebben geen koeltrailers? Nee. Maar, fout. Dat is moeilijk. Pianen zijn niet zo slecht over de gebied. Moet je nog tanken, Marcus, of niet? Nee, ik heb het wel. Oh, ik ga dan nog wel een halve tank nog. Ja, ik zat er doorheen dat ik gewoon met die openheid doorheen moest. Met heel veel stijgen en doen. En dan gaat het gewoon wat harder. Ja, we allemaal vlakke wegen, dus dat scheelt. Ja. En nog niet over de hoofd. Hoeveel liter gaat er dan bij die Volvo in? 800. Ja. Hmm. En ook omdat ik een midlift of een tanklift heb. Tanklift heb jij? Ja, klopt. Dan is de tank nog kleiner. Oké. Okay. Dat is ook 800. Oké, misschien. Omdat ik ook. De nieuwe Scania's niet, die zijn gewoon 1000 liter. Ja, precies. Maar ik vind de tanklift bij een Scania gewoon mooi. Lelijk. Ik vind de tanklift en ETS sowieso aardig nutteloos. Ja, oké. Okay. De gewone as, de midlift as of 8x4. Of 6x4 bedoel ik. Op zich leuk dat je met een losse truck en dan met een taglift kortere draaicirkel hebt. Maar met een echte taglift zou je ook de schotel moeten kunnen verplaatsen. Dat kan niet. Dat kan een ETS niet. Ja. En dat soort dingen hoop ik nog een keer dat ze dat aan. Ja. Hoppakee. Oh, dan komt een aardig stoetje aan. Ik kom er minder terecht. Ja, even op de linkerbaan. Ik ga ze af. Toppie. Hoppakee, daar gaat hij. Ik zit ertussen. Mag ik even langzamer rijden? Ja, deze gast rijdt niet echt lekker door. Weet dat, er wordt 20 voor die Indiaan. Of er zijn Oostenrijkers. Oostenrijkers. Ik heb nog 80. Gas erop.
Ik ben die gasten voorbij en ik heb Marcus naar achter me zitten. Ja. Okay. Ik zie het in de tap ook. Ik heb wel 450 meter zitten. En de boys komen echt vandaan. Ook nou 90 toe. Oh, ze reden wel netjes met z'n allen. Ja, klopt. Diegene die voorop rende, die ging er net voor. Die gaf een seintje van die kant ervoor. Ja, had ik op mijn laatste punt. Vergeet mijn naam toch even. Was niet zo netjes, lekker zo net. Ja, die gasten hebben ook de gang erin zitten hoor. Opstaan. Kom, open met die boom. Echt wat wil je? Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. We hebben heel veel haast. Ah, we zijn er bijna. Ja, daarop. En dan gaan we een paar uurtjes pitten. Ja, moeten we weer werken? Ik ben gesloopt. Ik ben blij dat ik ook vijver gehad heb. Dus, Ik meen dat ik daar nog een beetje last heb. We gaan een beeldje af, dus Ja, ik heb hem in de vrij. In de vrij nu weer, hoppa. 7 110 108 Ja, ik zit op 95 al. 110 111 112 113 Oh, en er komt een tolpoort aan. Jammer. Ik ben even vol in ankers. En door. Helemaal terug naar binnen. Heb je 148 gehaald? Nee. Ik zeg wel terug naar 40. Oh zo, ja.
90 nou weer, dus. Oh, leuk dat trampeltje weer in Nies. Oh ja. Go to the city, oh. En weer in vrij. Gaat het aan de afslag? Ik denk het wel. Ik ga weer bij ons. 80 nou. Kikkoe. Ik was ziek nou in de spiegels. Ja, ik had hem in zijn vrij in zijn uitloop, dus... Ja, ik ook. Ik zat op 95. Ik dacht, ja, ik weet dat we zo meteen die afslag hebben. Maar dan kan ik ook een baantje naar links gaan. Maar dan kom ik niet uit bij die afslag. Dus ja, dan maar de vluchtstrook. Je moet zo over die hoge drempel. Ja, klopt. Ja. Hier bij het hotel zo. Ja, dat witte huisje geloof ik. Ja, daar staat ook een potje bij. Bof. Volgas, nemen. Ja, terugnemen volgas. Ja, terug wel ja, maar heen niet. Met een lading niet, want dan ga je wel VTC en daar wil ik geen schade rijden. Maar terug gaat die volgas er overheen hoor. 60 km per uur maar, hè? Alle vier de bandjes van de vloer. Alle vier, alle zes? Oh, alle zes, ja. De Dukes of Hazzard klakson er zelf even bij bedenken. Ja, makkelijk, ik moet alleen parkeren, maar niet het hoekje in ieder geval. Nou, even kijken. Ik hoef hem niet in het hoekje te zetten, dat doe ik al gewoon de moeilijke optie. Ik kan nu gewoon de vlucht niet hebben. Ja, nou, ik hou ze wel aan. Ik ga nu gewoon zonder. Waar moet ik? Ja joh, in een hoekje. Ik geloof het niet. Ik ben heel blij om. Net niet. Dat ik een voortje wel even in heb gehaald, komt deze kant op. Ja, precies. Ik ga uit mijn beeld. Irritant is dat, hè?
Ja. Ik zie je markers niet meer. Die staat achter je. Die staat achter je. Die staat achter me. Wat is dat? Ja, met een mooie paar. Nou, kom daar maar vol gas erop. En toch mijn doen ook. Dat moet ik maar mee eens. Ja, voor een keer is wel leuk, toch niet, Marcus? Ja. We kunnen maar 60 km per uur. Ja, 60, hè? Ja. Ja, vering werkt nog. Ik zag jou vliegen. Ah, en gewoon 60 houden natuurlijk, eigenlijk die poch heen, kom op. Ja? In Europa 2. Weet je wat het is? 10 over. Weet je wat het is in Nice? De garage toch naast de repair. Ja. Ah, ik heb maar 2% aan de bandjes, dus dat vind ik nog wel netjes. Ja, ik dus. Ja, Marcus heeft een techlift. Ja, morgen zie je schijf. Ja, morgen is Scania. Dat denk ik wel, ja. Of ik ga een premium. Kijk, geluid! Oh ja, deze ook, Alex. Deze komt ook met al zijn wielen van de grond. Je hebt in Parijs, geloof ik, heb je ergens bij... Wat is dat? Zo'n chemiefabriek, geloof ik? Ja. Daar heb je twee van die drempels vlak achter elkaar liggen. Oh, heerlijk. Kom vol eroverheen. Is eigenlijk goed voor bandjes. En we denken van je ophangen. Ja, dat ook. Ja, en je cabinedemping... Ik denk dat hij de auto niet heeft. Zo. Daarmee voor vandaag. Ik ook. Ja, de sleutel is een verschilling in je. Ik ben er ook klaar mee. Mijn rug zegt, kappen nou. Even aan iets relaxtere stand zitten. Goed. Halstap, Ruud. En dan zeg ik tegen de kijkers, bedankt voor het kijken, de likes en de subs. En morgenavond zijn we terug om 7 uur. Niets met ATS, maar met ETS 2. Ik heb morgen geen zin in ATS. Een lekkere eurotruckie doen. Dus tot die tijd zeg ik tot morgen en slaap lekker. Slaap lekker. Tot rusten.